Hallo! En welkom bij productupdate nummer 79. 79, de eerste van het jaar 2018. Ja. En logisch gezien gaan we dit jaar nummer 100 aantikken. Ergens het laatste gedeelte van het jaar. Allereerst ook allemaal een gelukkig nieuwjaar. Ook namens mij. Ook namens iedereen van Dynamite Magic Shop natuurlijk. Dit wordt een jaar vol met lezingen. Ik geloof dat we er al 6 gepland hebben, alleen al in de eerste helft van het jaar. Dus zijn, namen zijn al een paar bekend, datums überhaupt nog helemaal niet. Dus er staat nog niks helemaal vast qua datum. Maar wel dat de mensen gaan komen. En we houden je daar uiteraard van op de hoogte. En het laatste nieuws daarom kun je altijd vinden op onze lezingenpagina. Maar die is nu nog nagenoeg leeg omdat we nog geen datums hebben. En we zetten daar alles op zodra het echt definitief is. Ja, en uiteraard hebben we weer wat spullen dus bij elkaar gezocht. Ik heb hier een ongelofelijke truc. Ik zal even laten zien wat het is. Het zijn 3 balletjes. Ja, hey, dat is een mooie. En 3 bekertjes. Je hebt een groen beker, je hebt een rode beker en een gele beker. Die kun je allemaal op elkaar stapelen. En als je een balletje daartussen legt, knip je je vingers. En voilà. Gaat hij door de bodem van zowel de gele als de groene heen. Ik vind het bijzonder. Dat kan niet met 1 bal, dat kan ook met 2 ballen. Je knipt 2 vingers. Hop. En het tweede balletje gaat er ook doorheen. Derde balletje. En alle 3 de balletjes gaan er helemaal doorheen. Dit is de basisroutine van deze truc. Dit zijn cups en balls, de goedkope versie. Dit is een verpakking, ik zal het erbij laten zien. En de prijs die verschijnt nu even onder in beeld, want deze hebben we laatst met erbij gegrabbeld en ik durf hem zo even niet te zeggen. Maar ik dacht iets rond de €5 uit mijn hoofd. Ik dacht 4,95 zoiets, maar normaal is dat voorbereid, maar deze heb ik erbij gegraven, dus dat is niet heel handig. Volgens mij 4,95, maar dat staat hier onder in beeld even wat die kost. Ja, je krijgt het helemaal compleet. Je krijgt bekers, je krijgt de balletjes die je nodig hebt. Een uitgebreide instructie met heel veel tekeningen, foto's. Dus erg mooi. Kijk, en als je nou zegt, dat is leuk. Maar ik vind het toch mooier als ik een wat professionelere set heb. Ja, wij ook. Ja, ook. Daar komen we zo meteen op terug. Ja. Oké. Dus dat was even de cups en balls. Wat heb jij, Leon? Iets, Ja, waar zou ik mee beginnen? Nou, we gaan hier mee beginnen. Ik heb hier allemaal blokjes. Met allemaal verschillende kleurtjes op. Allemaal zelf aan allebei de kant? Oh, ja. 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 Dan wil ik jou vragen om dadelijk 1 kleurtje in het zakje te doen. Ja, oké. Dan dicht te maken en de andere blokjes weg te doen. En ik mag natuurlijk niet kijken, dus ik kijk even de andere kant op. Oké, wil ik je vragen om je hand even open te doen? Oh, je hand dichtmaken. En dan heb jij 1 blokje erin gedaan. Ik heb 1 blokje gedaan. Zie je, dus dat klopt. En als het goed is heb je het groene blokje erin gedaan, klopt dat? Met de groene stip? De groene stip. Dat klopt. Tenminste, als ik me niet vergis. Ja. En dat is Mental Color Blocks. Color Blocks. Ja, super gemakkelijk ook. Heel leuk. Verkoopt wel heel lang. En ik kwam tegen, zoals al vaker in de winkel, en dacht ik, hé, dat is ook een leuk om te laten zien. Ook helemaal niet duur. Het is allemaal goed gemaakt. Echt mooi plexiglas, zeg maar. Super makkelijk te doen. Geheel compleet met zakje, blokjes, alles. Voor €9,50. Nou, dat is geen geld, toch? Nee. En super makkelijk. Je kan het zo serieus maken als je zelf wil. Maar de basis is echt super simpel. Dan kun je hem blijven halen. Nou, normaal zeggen wij goocheltrucs niet te halen, maar deze kun je, naar mijn idee, blijven. Best een aantal malen halen zonder dat mensen doorhebben hoe het werkt. En je kunt niet door het zakje heen kijken. Nee. Even belangrijk. Mental Color Blocks. Dat was de nummer 2 alweer. Ja, ik heb iets. Weddenschap. Goed? Ik vind alles prima. Spelkaarten. Maar gewoon een normaal kaart. Ik wed voor die €5 dat ik jouw kaart die jij gaat kiezen, zo meteen, ga terugvinden. Dat zou toch wel bijzonder zijn, niet? Oké, ik ga het even goed schudden. Jij mag zelf stop zeggen waar jij zelf wil. Stop? Weet je het zeker? Heel zeker. Je had overal kunnen kiezen. Jij zegt hier stop. Ja? Oké, onthoud de kaart goed. Ja, zo moet je de camera laten zien. Ik zal hem niet meespieken. Ik zal het zo doen, zo handig met mijn arm. Ik kan nu niet helemaal, namelijk helemaal 180 graden draaien. Ja? Ja. Oké, daar ook nog. De kaart zit ergens in het spel. Ik weet niet waar die zit. Serieus niet. Mag ik ook schudden? Ja. Maakt het enigszins lastiger. Had ik er niet mijn handtekening op laten zetten, was het makkelijk aan te wenden. Schop 2. Nee. Niet schop 2? Nee, maar ik geef je wel nog een kans. Okay. Was wel een zwarte kaart. Nee. Vrouwtje, laat me één kant staan. Nee. Ja, €5. Die krijg ik kan hier niet aan, dat ik niet vast kan spelen. Oké. Ja, dit is hem. Dit is definitief, sorry. Hè. Dit is een nieuw truc hoor, jongens. Nee, helaas. Helaas. Dat maakt niet echt niet. Oké, er is niks anders op. Jij krijgt van mij €5. Wat was jouw kaart trouwens? Ruiten Koning. Oeh, Ruiten Koning. Ja? Oké. Dit is Money to Card. En Money to Card, nou ja, is een gimmickkaart waarmee je de trucken kunt doen. Is helemaal kant en klaar. Dat betekent dat je niet hoeft te knutselen zoals dat wel eens tegenwoordig vaker bij bepaalde trucs het geval is. Dus het is volledig kant en klaar. Compleet met een video-instructie erbij online. Altijd een €5 uitvoering, zeg ik even bij. Misschien ook wel goed om te weten. Een bicycle uitvoering. Super gemakkelijk te doen. Toch? Je zit er alleen van ruiken rekening houden dat mensen niet helemaal rondom staan. Maar dan nog, misschien als je dan de hoek verandert, kan dat ook nog. Maar in zoverre hebben wij ook niet daarmee gespeeld, want we laten hier altijd zien achter onze toonbank. Maar supermarkt €15, Money to Card. Leuk ding, leuk ding, leuk ding. Oké. Ja. Ja. Ik heb hier een van de oudste rekenmachines ter wereld, zou ik het zo zeggen. Oké. Allemaal latjes met cijfertjes. Je mag zelf zometeen een volgorde bepalen van hoe we deze hebben liggen. Dan ga ik zo meteen even uitrekenen. Ja, dan ga ik zo meteen even uitrekenen waar het op uitkomt. Hebben we trouwens de rekenmachine liggen hier? Ja, oké, liggen. Ik doe... Ik vind het wel grappig uitzien. Ja, gewoon grappig uitzien zo. Ja. Ja. 25.737. Wat bedoel je? Oh, oké. Het zijn eigenlijk allemaal sommen. 8.437. Dus jij wil zeggen dat als ik dit optel, 8.427 plus 3.975 plus 5.739 plus 25.737. Als ik hem even draai, dan kan iedereen de zin dat het ook. Ja, ik zie het ook al. Mensen mogen nog natellen als ze willen. Kijk. Dat ook. Mooi. Hey, maar je hebt... Zelf ook zou het omdraaien. Ja. Dan... even kijken. Snel tellen even natuurlijk. Dat is... Ik ga wel tellen. Ik zal het even niet laten zien. Jij bent al klaar, maar ik kan niet eens snel intypen. Ook. €25.791. Ja, oké. Hey, en dan heb je, dan denk je natuurlijk, huh? Die truc heb ik al een keer gezien. Dat klopt. Klopt. Die andere was van metaal. Ja, dat was aluminium, geanodiseerd aluminium. Die versie is gewoon momenteel niet leverbaar. Maar mensen vragen, heb je dus druk met die cijfertjes nog? Nee. Maar we hebben daarom, nee, ik zeg niet tijdelijk, we hebben gewoon een versie bij. Die is nog een stuk goedkoper. Die andere was volgens mij 12,50, als ik me niet vergis. En deze is 4,95. De truc is hetzelfde. Het principe, nagenoeg hetzelfde ook. Ik bedoel, ik pak deze blokjes en denk, huh? Dat klopt iets niet. Maar dat komt dat eigenlijk is deze nog makkelijker. Wat dat betreft vind ik. Ja, het is gewoon goedkoper materiaal, kunststof, dus vandaar dat de prijs gewoon lager is. 4,95 voor de Mental Logs. Ja, een leuk ding hoor. Ja. Het is ook super gemakkelijk. Je hoeft geen rekenmachine mee te nemen, als je een telefoon hebt, heb je ook een calculator op. Dan hoef je niet altijd zo'n groot ding mee te nemen. Maar wij gebruiken de rekenmachine hier, dat iedereen het duidelijk kan zien. Ja, leuke truc. En voor dat geld, ik bedoel, wat hebben we, denk ik, €5, nog een truc van €5, een truc van €15. Qua budget zitten we vandaag goed, in ieder geval. Totdat we zo meteen... Nee. Qua budget zitten we goed. Ja, ik heb nog iets anders. Ik heb hier een aantal ESP-kaarten. Kijk. 2 setjes. Even voor de duidelijkheid. Eén heeft een rode achterkant. Die hebben een blauwe achterkant. Jij mag een set kiezen waarmee jij wil werken. En de andere set pak ik. Blauw pak ik. Dat bak jij, bedoel je. Oké, oké. Je mag die kaarten nog bekijken als je wil. Gewoon even dat ze echt verschillend zijn. En dan mag je ze door elkaar, het zijn kunststofkaarten, het zijn geen bijstofkaarten, de kunststof mag je ze door elkaar schudden. En dan mag je stoppen als je dat zelf wil. En dan mag je ze met de beeldzijde omlaag op tafel leggen. Cool. Schat, nou zijn ze zeker goed geschud. Ja? Ja. Dat is jouw keuze. Okay. Leg je hand er even op, dat je het niet kan zien, als zeggen mensen, ja maar hij kan niet zien. Oké. Oké. Ik heb hier een mooi transparant frame, een beetje een doorzichtige truc zeg maar, zoals ze dat noemen. Ik denk dat je exact dus niet laat zien natuurlijk. Zo. Zo. Ik denk deze denk ik zo. Deze gok ik hier. Ja, die hier. Dus dit is mijn... voorspelling. Ik kan niet meer wijzigen, ja, door de kaartjes eruit te halen en op een andere plek te stoppen. Normaal sta je tegenover de toeschouwer, dan kan de toeschouwer niet meekijken. Ik kan nu een beetje meekijken, maar dat maakt verder niet uit. Ik kan even niet anders nu. Leon, jij mag mij het bovenste kaartje geven. We gaan even niet bekijken wat het is. Op welke plek wil je dit hebben? Op 1, 2, 3, 4 of 5? 3. Op 3. Ik schrijf het kaartje erin op 3. Je mag mij het volgende kaartje geven, dan mag je ook een getal daarbij hebben. 5. 5. 5, we schrijven deze erin op plaats nummer 5. René moet je wel goed erin schrijven. 5, een helemaal nieuw ding hebben we net uitgepakt. Ja. Volgende kaartje. 2. Op 2. 4. 4. En dan, ja, best nog eentje over hè. 1. Zijn er nog kaartjes die je wil wisselen? Nee, ik ben tevreden. Jij bent tevreden? Nou, daar ben ik heel blij mee. Mijn voorspellingen, jouw voorspellingen. Eerlijk hè, dit is valt zo. Oké. Ik ga het zo even laten zien naar mensen thuis. En jou ook. Want het matcht namelijk volkomen. Ik had cirkel, jij had cirkel. Ik had plus, jij had plus. Vierkant, vierkant. Sterretje, sterretje. Golfjes, golfjes. En uiteraard kun je daarna de kaartjes er ook weer allemaal gewoon netjes uithalen, voor het idee. Zo. En stel voor, je zegt de mensen, kun je nog een keer doen? Ja hoor, is geen probleem, doe je nog een keer. Allemaal met andere uitkomsten uiteraard, niet altijd hetzelfde. Dit is Astor Mental. Nou, het is verbluffend goed gemaakt. Maar ja, van Astor zijn we dat gewoon gewend. Die maakt gewoon echt kwalitatief hoogwaardige dingen. Dit is ja, nagenoeg zelfwerkend. Je moet er ergens op letten. Maar ik bedoel, als je dat niet kan, ga voetballen. Dat klinkt heel lullig, maar zoek een andere hobby. Want dit is echt, echt heel makkelijk. Het is helemaal compleet. Met Nederlandse gebruiksaanwijzing erbij, Engelstalige gebruiksaanwijzing erbij. €175. De Astor Mental is dit. Dat is een mooi ding. Een mooi ding. Vind ik ook. Ja, het verkoop ik al jaren, maar toevallig dat laatst kwamen ze opnieuw binnen en toen dachten we, hé, wacht eens even, Die hebben we volgens mij ook nog niet laten zien in een update. Dus bij deze Astor Mental. Hebben we nog iets? Of heb jij nog iets? Moet ik iets laten zien nog? Zeker. Ik heb hier een mooi houten kistje. Mm-hmm. Dat is inderdaad een mooi kistje. En in dit kistje heb ik namelijk... Zo, zo even laten zien. Heb ik een bekertje. Een balletje. En dat balletje kan ik eventueel in mijn borstzakje doen en dan komt hij weer terug onder de beker. Oké. Okay. Dus je kunt hier induwen, knip in je vingers en die komt weer terug. Dus dat is eigenlijk een chopcup. Dus het balletje gaat hier erin. Knip in je vingers. En ik geloof het niet in, kijk eens. Wauw. Oh, natuurlijk. Ik kom met mijn borstzak hier aan. Ja, als je de vingers knipt, dan zie je, dan komt hij weer terug onder de beker. Ja, maar wacht even. Hè. Kijk, ik zie het natuurlijk van de zijkant, maar... Mag ik het zeggen? Tuurlijk. Ja, ik zie dat je meer dan één balletje gebruikt. Oké, ja, heel veel mensen weten het niet, maar dat klopt. Ik gebruik een groter balletje nog. Ja. Jullie hebben het even niet gezien. Oké. Mooi. Mooie houten chopcup. Ja, handwerk in de Dynamite Magic exclusief lijn, zullen we even noemen. Echte hand, ja, compleet hand, bewerkt hand, gedraaide chopcup in een zeer mooi doosje. Mag ik het ook laten zien? Ja, waarom niet? Wat je erbij krijgt zijn reserveballetjes, zeg maar. Sorry. Ja. Ja. Maar wat krijgen we? We krijgen een final load ball. Ja, een mooie houten beker. Mm-hmm. Met geheim erin. Mm-hmm. 2 gewone balletjes en 2 speciale balletjes. Ja. En dan zie je natuurlijk niet speciaal, ja, daar zie je niks aan. Maar dat is, als je weet hoe de truc werkt verder, dan weet je ook waar daar de mogelijkheden mee zijn. Ja, en het is mooi gemaakt, zijn echt mooi geknoopte, monkeyfist-achtige balletjes. Ze zijn mooi strak ook, dat vind ik wel fijn, die blijven lekker in je hand liggen. Ja, hebben een mooi gewicht. Hebben ook per setjes trouwens, deze. Ja. Dus als je dat interessant vindt, kun je op de site even kijken voor de monkeyfist balls. Hebben we ook per set van 4 balletjes. En dat voor een mooie prijs. 2 balletjes wordt met je chopcup set hebben we gemaakt. Ja, een bal set. Ja, €89. €89, ja. Heel goed gemaakt. Mooi. Mooi. Het kistje vind ik ook mooi. Dus je kunt het gewoon mooi zo meenemen. Ja, maar het is alleen een vitrine ook. Als je een vitrine zet, het kistje is ook al gaaf. Even persoonlijk, ik vind dit heel gaaf. Ik gebruik ook chopcup. Maar toch is 3 bekers ook mooi. Ja, en die hebben we ook. Oh, dat is toevallig. Dus nou, daarom zei ik niet hoor. Dat is eigenlijk toevallig dat ik zei. Ook een mooie kist. Alles zit bij ons in mooie kistjes. Wat is dat nou in één keer? Tadaa. Ik zal even laten zien. Ja, je krijgt dat is ook mooi, hoor. 1, kijk, zijn ook airbrushed bekers. 3 bekers. Even voor de duidelijkheid, hier zit 1 chopcup bij. Ja, dat is deze. Dat is deze. Gok ik, ja. Volgens mij. Deze. Oh, je kan ook, ja. Ja, of, ja, ik heb het koffertje gedaan. Die is van denk ik. Ja. Met 3 final load balletjes. Ook strak gehaakt of gepunnikt. Ik weet niet hoe ze dat doen. Oeh, zag je dat? Nee, dat was toeval. Ja, mooi. En dit is ook geheel compleet met 1 speciaal balletje, 1 gewoon balletje voor de chopcup. En er zit nog bij, dat had je misschien niet verwacht, een mooie houten goochelstok. Kijk, ik zal hem even vastdraaien. Hey, er zitten nog 4 balletjes bij. Ook nog, hè? Ja, die zitten erbij nog voor. Voor de gewone bekerroutine. Oké. Wat ik heel fijn vind, ik laat het gewoon even zien. Die balletjes hebben ook een mooi gewicht voor eventueel de wandspin. Dus dat wil ik er even bij vertellen. Mooi. Dus 3 bekers, 3 grote ballen, 4 kleine ballen. Chopcup set, ja. Goochelstok en kist. Mm-hmm. Ik bedoel, hoe gek wil je het hebben? Heb je een plaats in je vitrine, zou ik sowieso al aanschaffen. Dit bekerslijn, ja, ik vind dat heel gaaf. Ook is helemaal handgemaakt, dus het is niet dat dat allemaal vanzelf gaat. Past ook mooi op elkaar. Ja, ja. Om ook een plekje voor de bal op te leggen ook. Voordeel van die balletjes zijn ook, die rollen niet zo snel weg. Ja, maar dat ze niet echt rond zijn, zeg maar. Ja. Oh ja, dat is een goeie, dat had ik nog niet gedacht. Misschien ook iets slimmer bij te vertellen. Ik vind het mooi. Deze set kost €175. €175. Compleet. Nice. Nice. Er zit verder wel geen routine bij, zie ik. Welke, jawel, we doen er wel een. Je krijgt er een caps en balls routine op papier krijg je erbij. We hebben het kistje niet bij gedaan, want het ziet zo mooi uit in het kistje. En als je dan een stuk papier bij zet, vind ik dat persoonlijk niet echt bijdraagt aan het esthetisch open. Mooi, heel mooi. Ja, nou, ik heb hier nog één dingetje. Deze kwam gisteren binnen. Ik had de cellofaan nog niet afgehaald. De Black Roses deck. Zo, dat ging even handig. Oh, ik heb het spel opengemaakt. Nou, dat helemaal eraf ook. Black Roses deck. Mooi doosje. Mooie kaarten zijn het. Oh, ze zijn super glad hé. Dat merk je echt als je ze opschuift. Dat vond je ook. Echt, ja, ze zijn echt super glad. Kijk, nou ja. Black Roses, het zijn witte rozen maar op een zwarte achtergrond. En het tof is, het lijken allemaal gewoon normale bicycle design kaarten, zeg maar. Maar als je dan de courtcards bekijkt, dat is een dubbelbekker. Is het wel grappig? Ja, goed. De beste man die het ontworpen heeft, zit er zelf ook in. Hij heeft de plaatskaart echt aangepast, zoals je hier ziet ook. Dit zijn, ik noem maar, zijn zus zit ertussen, familie zit ertussen. En we hebben ook, kijk waar die zit ergens. Dit is, nou ja, ik weet niet of jullie Farid kennen, Duitsland, bekende goochelaar. Die zit er ook, ja, zit er ook tussen. Dat is wel grappig. Ze zijn echt gebaseerd op bestaande mensen. Dus dat is wel erg leuk. Jokers, ja, ook wel een stijl. Super simpel, maar wel mooi. Dus ik vind dit persoonlijk een heel mooi spel. Prijs €11,95. En echt zijn super glad. Gedrukt door USPC, als het goed is. Dacht ik, ja, dat is allemaal. Ja, dat zei Daniel, zei het zelf. Ja, ja, mooi. Mooi spelletje. Niet te gek. Kun je gewoon gebruiken. Elegant, laat ik het zo noemen. Het is €11,95. Black Roses, moet ik zeggen. Playing cards. Niet te verwarren. Black Rose bicycle kaarten. Die zijn er ook. Dat zijn totaal andere kaarten. Hebben wij niet. Maar die bestaan ook. De Black Roses playing cards. Ja, heel tof. Hey, maar ik ga nog even iets pakken. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik ben 2 weken geleden ergens geweest. Nou, ik ga er even pakken. We zijn zo terug. Ja. Jo. Sorry voor de ontbreking. Wat is namelijk het geval? Ik ben 2 weken geleden zijn we in Engeland geweest. En ja, ik moet zeggen, daar heb je leuke wijken sowieso. In de buurt van Piccadilly Circus waren we. En er was een zijstraatje met leuke boutiquejes. En daar stond, ja, dit was wat er stond. En ik hou wel van winkeltjes waar je gekke dingetjes kopen. Ik hou ook wel van mooie kistjes, kastjes. Ik heb alle verzamelingen. Heb ik het niet over goochelen, maar gewoon, ja, dat mooie doosje waar je denkt, misschien kan ik er ooit iets mee doen. Dit stond in een winkel. En nou ja, goed, ik herkende de foto. Ik zei, dat is Houdini. Dus ik zeg tegen de verkoper, wat is dit? Er staat een kistje met meerdere foto's erin. En nee, zei hij, ja, dat is eigenlijk een lang verhaal. We hebben dit ook overgenomen, het zat bij een inboedel. Ik zei, oké, zeg maar, hoezo dit? Nou zei hij, ja, wat ons verteld is, we hebben een aantal spullen overgenomen. En het bleek dat ze uit het huis van Houdini ooit zijn gekomen. En dit kistje, de mensen die het huis hebben gekocht van Houdini, die hebben, er zat een kelder onder, hebben de kelder willen vergroten. En hebben de muur doorgebroken. En op het moment dat ze de stenen weg waren aan het halen daaronder, en dat was geen voorzichtig, want het is tevens de fundering van het huis, kwamen ze achter een... Ja, achter de muur een kistje tegen. Met een brief erbij. En die brief heb ik ook niet gezien waar die is. En in die brief stond dat de vinder van het kistje. Ja, een bericht aan de vinder van het kistje. Wat stond daarin? Zei hij dat gedurende de laatste jaren. In ieder geval dat de mensen in het huis gewoond hebben. Waren er 's nachts vreemde geluiden te horen uit de kamer waar dit kistje stond. En ze konden niet thuisbrengen wat dat was. Maar wat ze wel vaak aantroffen was dat ze 's morgens bijvoorbeeld kwamen in de kamer, stond het doosje soms open. Maar soms was het ook dicht, terwijl eigenlijk niemand dat kistje verder aanraakte. Ze hoorden ook vaak gekke geluiden, soort klapperende geluiden en ze konden dat niet thuis brengen. En toen hebben ze op wijze van proef het doosje in de kelder gezet. En toen werd het geluid minder s'nachts. Ik denk dat misschien, ik weet niet of ze boven geslapen hadden, er meer verdiepingen tussen zaten. En toen hebben ze besloten, want ze hoorden het nog wel, maar het werd geluid wat minder, om het gewoon achter een muur te metsen. Ze durfden het niet weg te doen, dat het toch een vreemd iets was. Zodat het geluid gewoon, ja, dat ze er geen last van hadden. En het schijnt dat het dit kistje is, dat zeiden mensen die man, daarom stond die foto erbij. Ik zei, nou, zo'n kistje ook wel hebben. Nou, ik moet zeggen, gelukkig heb ik nog geen gekke geluiden gehoord s'nachts. Want ik heb dan 2 weken in huis. Het is niet dat het s'nachts dat ik wakker word van rare geluiden hiervan. Maar ik dacht, ik laat jullie wel even zien. Ja, ik bedoel, Houdini heeft toch te maken met de geschiedenis van het goochelen, niet? Ja. Misschien kunnen we ook een experiment doen. Dat is ook wel leuk. Want die man zei ook, ja, het blijft een vreemd kistje. Wat nou als Houdini zou kunnen... Ik heb een idee. Maar weet je waar, ik leg Houdini hierin. Dat hoeft niet, maar ik leg Houdini even zo in. Nou, ik heb het even dicht, maakt niet uit. Ik heb een kaartspel hier. Dus het kaartspel allemaal verschillende kaarten. Ik zal even schudden. Dat je helemaal kunt zien ook. Het is een beetje vol op tafel. Nou, we laten zien dat het echt allemaal verschillend is. Eerlijk, hè? Okay. Okay. Dus we kunnen ze vaak schudden als we willen, maar maakt niet uit. Leon, je mag een willekeurige kaart uitzoeken. Ik wil het niet zien. Zoek een willekeurige kaart uit, waar je zelf wil. Ja. Heb je? Okay. Laten we even de camera zien, de mensen thuis, weet ik veel. Heb je dat gedaan? Ja. Mag je de kaart gewoon hier op het stapeltje leggen? Leg je erop? Ja. Dit gaat er gewoon op. Okay, mag je de stapel helemaal oppakken? Okay. Dan weet ik niet dat we het goed kunnen doen met de camera. Oké. Okay. Ik zet het doosje open, ik raak het verder niet aan. Kan wel, denk ik. Houdini heeft jouw kaart niet gezien, dat doosje was dicht. Afleiding. Jij mag... Oh ja, 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 je mag één vreemde kaart in een doosje leggen. Zorg dat je niet tegen de ketting aankomt, zo'n beetje eraan. Want als Houdini... Als dat echt een speciaal kistje is, dan zou het zomaar kunnen dat Houdini dat kistje kan aansturen. Dat zou natuurlijk raar zijn. Maar stel dat hij weet welk kaart jij gekozen hebt. Dat hij er op de een of andere manier achter kan komen. Zou het u kunnen? Ja, doe even voorzichtig. Ja. Oh. Deed jij dat nou of ging dat vanzelf? Nee, dat ging vanzelf dicht. Zij ging weg. En legde de kaart erin. Toen ging die dicht. Oké. Okay. Misschien dat het teken is dat je de volgende kaart niet in het kistje mag leggen. Welke kaart had jij gekozen? Ruiter 2. Ruiter 2. Ja, zie je? Ik vind het ook eng. Dat vind ik toch bijzonder. Ik haal Houdini er even uit. Dit is uiteraard niet de kistje wat ik in de souvenirwinkel heb gekocht. Maar het is wel het verhaal wat ik erbij... nou ja, er was een standaard verhaaltje bij, ik heb het uitgebreid. Dit deed ik met mijn vinger. Dit is de Haunted Box, en wel de deluxe versie van Joe Miranda, jouw Miranda. Ja, en dit is heel mooi gemaakt. Dit, wat we nu lieten zien, was de kaartversie. Ik zal het ook laten zien, ik kan het kistje aan alle kanten laten zien. Misschien nog wel mooier vind ik de versie waarbij je een toeschouwers vraagt om voorwerpen. Je hebt een aantal envelopjes. Toeschouwers mogen één van die voorwerpen in gedachten nemen. Alles in envelopjes stoppen. Ze mogen zelf, terwijl je niet kijkt allemaal, de envelopjes in het doosje leggen en... Wordt ook nog geschud, ja. Ja, wordt geschud, ja. En dan wordt het doosje gaat plotseling een moment dicht. En het is precies bij het voorwerp van de toeschouwer wat hij gekozen had, gaat het kistje dicht. Fantastisch mooi gemaakt. Je ontvangt het kistje, je ontvangt materiaal om het met bijstelkaarten te doen, kant en klaar, overigens, rood en blauw. Je ontvangt extra dingetjes om eventueel het effect met envelopjes te doen. Optioneel kunnen wij nog meer van die geheime dingen leveren, dat is ook geen probleem, daar hebben we ook contact over gehad. Ja, heel mooi gemaakt. Nou, dit is de deluxe versie, €375. We hebben ook de standaard versie, die is €275, maar die is even uitverkocht. We hebben deze kistjes nu 1,5 week in huis. En dit is het laatste kistje wat we hebben, want ze verkopen nogal goed ook. Maar als er toch wel heel veel kistjes achter de muur staan dan... Ja, ja, dat was niet... Nee, maar het is gewoon heel goed gemaakt. De mensen die we het laten zien en ook hoe het werkt, zeg maar. Geen onzichtbaar draad, geen gekke dingen. Zelfwerkend. Het is gewoon wel heel gaaf gemaakt. Heel modern gemaakt ook. Dus dat is, ja, de blanco versie zou je graag laten zien. Ik zal ook een fotootje even nu in beeld zetten, dan zie je in ieder geval hoe dat eruit ziet. Maar het is dan eigenlijk een ja, blank gelakte versie, zeg maar. Mm-hmm. Met een ander slotje erop, wat je zo open maakt. De rest is exact hetzelfde. De effect is hetzelfde, de accessoires zijn hetzelfde, maar dit is gewoon de deluxe versie. Ja, de Haunted Box van Joe Miranda. Heel gaaf, heel mooi. En daarmee ja, zijn we aan het einde gekomen van update nummer 79. Hey, check wel even onze Facebookpagina, want deze week we hadden geen tijd om het even voor te bereiden nu. Het is allemaal net kort na nieuwjaar. En dan maken wij de uitslag bekend van onze kerstballenactie. Kunnen we wel even klappen hoeveel kerstballen dat waren? Daar weten mensen niet wat op. Nou, in ieder geval tussen de 0 en de 10. Dus we houden nog spannend. Oké, houden nog spannend. Oké, we zeggen het niet. Oké. Er waren mensen die het goed hadden, waren mensen die het fout hadden. Dat laten we dat in ieder geval zeggen, toch? Maar dat is ook leuk, want dan hebben we het ook niet te makkelijk gemaakt. Nee, dat was niet de bedoeling om het heel makkelijk te maken. Het wordt een leuk spelletje. Oké, volgende week, 13 januari, sta ik met een stand op de Magische Carousel van Leo Smetsers trouwens. Overdag. Dus als je daar bent en je wilt er spullen meebrengen, laat het ons weten. We brengen graag wat spulletjes voor je mee. En anders zou ik zeggen tot de volgende keer. Of hier in de winkel. Ja, en misschien nog één dingetje ook leuk om te vertellen. In februari sta jij op de kleine... Ja, oké, voor de kleine joker. Ja. Komt ook nog. Dat is begin februari. De datum heb ik even niet bij de hand. De zaterdag voor carnaval is dat. Of van carnaval moet ik zeggen. Dus als je die datum toevallig weet. Ja, of check even op de website. Er staat ook op de contactpagina. Maar dat maken we sowieso de volgende update even bekend. Wanneer dat exact is. En voor de rest zijn we er weer. Ik kijk even, de camera's lopen nog allemaal. Dus het is gelukt. Hey, mensen. Hoi, hoi, hoi.